Ik ben Lisette Mulle, ik ben 21 jaar en ik woog 90 kilo dat ik aan de Cambridge begon. En ik weeg nu 65, dus ik ben 25 kilo afgevallen en ik heb de 800 gedaan. Ik ben eigenlijk nooit te zwaar geweest en ik heb eigenlijk altijd al wat met mijn gewicht gehad, altijd mee bezig geweest, of te licht of veel te zwaar. En ik voelde me, ja, ik zat gewoon niet lekker in mijn lichaam. En op een gegeven moment was er ook een jongen die tegen me zei, hey, dikzak. Dat was het moment dat ik dacht van, nou, ik kijk in de spiegel, ik denk, nou, dit is gewoon zo, het klopt niet. Ik wil afvallen, er moet vanaf en ik vind mezelf te dik, ik voel mezelf niet mooi. Dus toen ben ik gaan afvallen door niet te eten. Nou ja, en dat is de verkeerde kant op geslagen. Nou ja, dat is op een gegeven moment is dat langzaam maar zeker is dat goed gekomen. Ik ben onder behandeling geweest en is het een tijdje stabiel gebleven. Tot op een gegeven moment mijn moeder ziek werd. En dat had zo'n impact op mij dat ik heel veel vasthield en ook gewoon echt stress eten. Nou ja, toen ben ik dus begonnen in augustus, 18 augustus 2014. Ja, en toen was de knop eigenlijk gelijk om. Ik wist dat het nu zou gaan lukken. En in januari was ik dan eigenlijk echt helemaal op mijn gewicht. Was er 25 kilo af. Maar het liefst wilde ik nog wel 3-4 kilo. Dat je een beetje die speling had. En dat zijn natuurlijk de moeilijkste kilo's die er afgaan. Dus dat gaat heel langzaam. Wat is het grote verschil van toen je 90 woog ten opzichte van nu 65? Dat ik 90 kilo woog, was ik moe. Ja, snel buiten adem. Ik kon niet zoveel eigenlijk. Was echt, je voelt je heel lomp. Ja, en nu voel ik me gewoon fit. En wat heeft het mentaal met je gedaan? Dat ik nog zo zwaar woog, ben je heel onzeker. Je kijkt in de spiegel en elke keer weer denk je van jeetje, weet je, waarom heb ik het zo ver laten komen? Ben je bewuster van wat je eet? Je bent gewoon veel bewuster met de calorieën, met de koolhydraten, met alles. Wat is de rol van je consulenten? De consulenten die helpt mij daar heel erg bij. De consulent geeft mij ook nog een jaar lang begeleiding. En dat is voor mij heel erg fijn dat ik echt die stok achter de deur heb.